Alana is een meisje van 10. Ze is met haar familie op de vlucht voor de burgeroorlog in Syrië. Wat is your name? We are going to help you. Ze wordt geholpen door medewerkers van het Rode Kruis. Omdat niemand weet waar haar familie is, komt ze als vluchteling naar Nederland. Wordt opgevangen in een pleeggezin. Goedemorgen. Goedemorgen, meester Bram. Oh, en jij bent dus Alana. We zoeken maar een plekje in de klas. Goedemorgen. Hoe heet jij? Hoe oud ben jij? Krijg je Nederlands? En dit is een nieuwe leerling. Ze heet Alana. Je moet extra lief voor haar zijn. We beginnen vandaag met een rekenspelletje. Yes! Deze begint achter de tijd. Alana komt erg wennen op school. Maar al snel maakt ze nieuwe vrienden en leert ze Nederlands. Alana woont al een jaar bij haar Nederlandse pleegfamilie. Op een dag krijgt ze een brief. Beste Alana, je bent vorig jaar naar Nederland verhuisd omdat je familie was omgekomen bij een bombardement. Maar nu hebben we je moeder gevonden in een vluchtelingenkamp. Ze was gewond, nu is ze hersteld en ze wil je graag terugzien. We weten dat het moeilijk is om je familie in Nederland te verlaten. Maar we willen je dit nieuws toch graag vertellen. Volgende week nemen we contact met je op over je beslissing. Met vriendelijke groeten, PK Maan. Alana Vinek. Goedemorgen, meester Jan. Zou ik u eens mogen storen? U weet dat vorige week Alana een brief heeft gekregen en daarin stond dat haar moeder nog leeft. Ik heb een verrassing voor haar.